De Belgische natuur is een gevoelig en gebalanceerd ecosysteem waar alles nauw met elkaar verbonden is. Enkel wanneer we het begrijpen, kunnen we het beschermen. In deze serie slaan KU Leuven en Onze Natuur de handen ineen om onze natuur te doorgronden. Biodiversiteit is het resultaat van variatie in het landschap. Daar waar we die bovengronds makkelijk kunnen waarnemen, is dat bij aquatische systemen veelal minder het geval, terwijl die elk een unieke onderwaterwereld hebben met een heel specifieke biodiversiteit. We zijn vandaag in het vijvergebied De Weijers. Dat is een regio met meer dan 1000 vijvers. Het is een waardevolle plek, een unieke plek met een bijzonder hoge biodiversiteit. Er vloog hier daarnet bijvoorbeeld al een roerdomp en een bruine kiekendief. Ook de woudhaap hebben we vandaag al gezien. En die hoge biodiversiteit is het gevolg van de sterke variatie tussen de vele vijvers die we hier hebben. Bijvoorbeeld bepaalde soorten kunnen in dit systeem wel voorkomen en in het systeem ernaast niet. Om inzicht te krijgen hoe dat dus de biodiversiteit in individuele vijvers wordt bepaald en gestuurd, moeten we dus eigenlijk ook wel weten wat die ecologische gradiënten zijn overheen de hele set van vijvers. We staan hier in de IJssen, vlakbij haar samenvloeien met de Deilen. Een eerste onderscheid zijn lotische en lentische systemen. En een lotisch systeem is een systeem dat snel stromend is, zoals hier. Aan de andere kant, de lentische systemen zijn stilstaande wateren of traagstromende rivieren. En achter mij zie je hoe snel het water stroomt. Dat is een plaats waar zuurstof wordt ingewerkt in de rivier en dat trekt een ganse reeks organismen aan die daar recht op zijn afgestemd. We denken aan vissen zoals rivierdonderpad, permpje, we denken aan een beekforel, we denken aan insecten zoals de weidebeekjuffer. Dus die zijn hier talrijk aanwezig. En dat is eigenlijk een belangrijke bron van variatie in het systeem en als het ware een gradiënt die we tegenkomen. Als je een rivier voldoende ruimte geeft, dan begint ze te meanderen. En meanderen maakt dat je aan de ene kant een ondiepe kant hebt, waar ik sta. En daar gaat het al onmiddellijk heel wat dieper zijn. Dus je hebt een overgang van een omgeving minder diep naar dieper. Maar dat maakt dat je een gradiënt hebt op de rivier die dwars is. Maar je hebt ook een overlangse gradiënt. En die overlangse gradiënt toont zich in een pool riffle systeem. Een systeem van plaatsen waar het water trager stroomt, de poelen. En aan de andere kant de stroomversnellingen, de riffles, waar het water sneller stroomt. En dus zuurstof kan ingewerkt worden in het water. En dus zie je dat er door die verschillende mogelijkheden van biotoopverandering, dat daarin organismen hun plaats kunnen vinden, hun niche als het ware. En het is juist die rijkdom aan verschillende niches in een rivier, dat er heel wat biodiversiteit is te vinden natuurlijk. Oh, het is hier echt een mooie plek als je die weidebeekjuffer ziet. Wauw. Ik heb hier twee waterstalen. Dus één is een staal uit een vijver met helder water. Een andere is een staal uit een vijver met troebel water. En in tegenstelling tot stromend water wordt de turbiditeit van stilstaande water in belangrijke mate bepaald door organische componenten, zijnde algen en fytoplankton. In troebele, door algen gedomineerde systemen is de waterkolom behoorlijk homogeen en eerder saai. Terwijl in heldere systemen, waar dus waterplanten kunnen voorkomen, ja, is er heel veel variatie in het habitat. En we kunnen dat bijvoorbeeld vergelijken met de vegetatie, de terrestrische vegetatie die we hier achter ons zien. We zouden eigenlijk een soortgelijke habitatstructuur of habitatdiversiteit kunnen we dan ook waarnemen onder de waterkolom in systemen met helder water waar dus waterplanten kunnen groeien. En dat is interessant omdat dat dus enerzijds voor schuilplaatsen zorgt voor dieren waar ze kunnen schuilen tegen predatie,
En anderzijds zorgt die structuur ook wel voor een diversificatie van het voedselaanbod. En dat opnieuw genereert biodiversiteit en een hoger aantal soorten binnen het systeem. In deze opstelling zit de gewone zaadloper. De gewone zaadloper is een kever uit schorgebieden. En schorgebieden zijn heel unieke habitats die nog onder nauwe invloed staan van de zee. In deze opstelling zitten eigenlijk twee groepen kevers. Eén groep kevers komt van schorgebieden die nog heel frequent onder water komen te staan. En een andere groep komt van schorgebieden die meestal droog blijven te staan. En hier in het labo is het heel moeilijk om onderscheid te maken tussen die twee groepen kevers. Maar met een simpel experimentje kunnen we nagaan hoe het gedrag zich heeft ingesteld op de verschillende waterwerkingen in die twee typen schorren. We kunnen dus al zien in het experiment dat er zich twee groepen opsplitsen. De eerste groep zijn de kevers van de frequent overstroomde schorren en die blijven eerder onder water zitten. Ze weten dat die overstromingen slechts een paar uur zullen duren en ze kunnen die ook perfect overleven. De kevers van de droge schorren zullen eerder het droge deel van het experiment prefereren. Voor hen is het zeer belangrijk om die overstromingen te ontlopen, want als die voorkomen in de natuur zijn die vaker van langere duur en zouden ze die niet kunnen overleven. Die ruimtelijke isolatie die we hier zien in het experiment, die speelt zich ook af in de natuur. En dat heeft ervoor gezorgd dat die twee groepen kevers hun eigen evolutionaire traject kunnen volgen. Waarbij we ook hebben ontdekt dat bijvoorbeeld de kevers van de droge schorren veel langere vleugels hebben dan de kevers van de frequent overstroomde schorren. Lange vleugellengte is natuurlijk belangrijk om die overstromingen te kunnen ontvluchten, terwijl de kevers van de frequent overstroomde gebieden korte vleugels hebben en zich die kostelijke investering kunnen besparen. Het is dus ongelooflijk om te zien dat die verschillen in waterdynamiek tot een micro-evolutie hebben geleid in deze kevers, zowel in gedrag als in de vleugellengtes. En mogelijk is dit een eerste stap in de richting van het vormen van nieuwe soorten. Je kan je natuurlijk wel voorstellen dat bij nog meer watergebonden soorten het effect van de waterdynamiek nog drastischer zal zijn. Zo vinden we bijvoorbeeld in uitdrogende vijvers tal van soorten met een versnelde levenscyclus, zodat ze hun levenscyclus kunnen voltooien voordat de poelen uitdrogen. In andere gevallen kan het ook een sterk voordeel zijn, zoals bijvoorbeeld in de boomkikker, die voornamelijk voorkomen in uitdrogende poelen, die dan ook visvrij zullen zijn. En vissen zijn natuurlijk een belangrijke predator van amfibieën. We hebben juist een waterstaal genomen in deze natuurlijke vijver. En zoals je ziet, dat bruist hier van het leven heel veel aquatische organismen aanwezig. Ja. Dat wil nogthans niet zeggen dat hier geen natuurlijke uitdagingen zijn voor de dieren die in deze vijver leven. Heel concreet voor deze vijver is dat bijvoorbeeld het uitdrogen, zoals die nu volop bezig is. Maar daarnaast zijn er een groot aantal andere natuurlijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld roofdieren. En er zijn er verschillende van aanwezig trouwens in dit staal. We zien bijvoorbeeld watersalamanderslarven die carnivoor zijn. Maar we zagen hier juist ook nog zelfs een bootsmannetje aanwezig in deze bak. Maar helaas stopt het daar niet bij. En in toenemende mate in België krijgt men ook effecten van antropogene stressoren. Dat kunnen hittegolven zijn. Maar een belangrijk ander probleem dat wij in Leuven bestuderen, is het effect van pesticiden. We zijn nu specifiek op zoek hier naar die larven van de waterruvers, omdat wij daar onderzoek op doen in Leuven. En we doen daar namelijk ecotoxicologische testen op. Dat zijn eigenlijk testen waarbij we dieren blootstellen aan een concentratie van vervuilende stoffen. Vaak zijn dat in ons geval pesticiden. Om te gaan kijken wat zijn eigenlijk de veilige concentraties voor deze dieren. En die worden dan gebruikt in de wetgeving. Nu, een probleem dat wij ontdekt hebben is dat die ecotoxicologische testen onder ideale omstandigheden worden gedaan. Dus bijvoorbeeld zonder die natuurlijke vijanden die in die natuurlijke systemen heel vaak aanwezig zijn.
En wat we zien is dat een concentratie van een pesticide die perfect veilig is in het labo-omstandigheden, dus waarvan eigenlijk geen dieren aan sterven, dat die toch, wanneer we die combineren met natuurlijke vijanden, bijvoorbeeld de geurstoffen of de visuele prikkels van roofdieren, dat die diezelfde concentratie dan toch ineens dodelijk begint te worden. Dat is natuurlijk een groot probleem voor de ecotox-testen, omdat daarop ook de wetgeving gebaseerd is. Ja. We zien dan bijvoorbeeld ook dat dan in heel de EU op grootschalige studies, dat die toch eigenlijk een groot probleem geven voor de biodiversiteit. En dat die bijvoorbeeld tot 50% van de macroinvertebraten biodiversiteit kan laten verdwijnen. Want wat je vaak gaat krijgen, is dat dan de meer gevoelige soorten, de meer zeldzame soorten ook vaak, dat die gewoon vervangen worden door meer generalisten. Soorten die meer resistent zijn tegen een groot aantal stressoren. Ja. Door die vervuiling zijn er heel veel soorten die niet in een rivier kunnen voorkomen. Dat betekent dat er niches die oorspronkelijk vrij waren voor gespecialiseerde soorten, nu ingenomen worden door meer algemene soorten. En de bedoeling is juist door die vervuiling tegen te gaan om die gespecialiseerde soorten een betere kans te geven. Een rijker biodivers systeem betekent ook een veel beter gebufferd systeem, een stabieler systeem en dat zeker in deze dagen van een klimaatverstoring wel een belangrijke rol gaan spelen. De mens heeft een heel sterk impact op aquatische systemen, bijvoorbeeld door nutriëntenaanreiking, pollutie, pesticiden, habitatmodificatie. Maar daarnaast hebben veel aquatische systemen ook een direct effect op de mens. En dat kan positief zijn, bijvoorbeeld via recreatie. Iedereen wordt spontaan blij in een dergelijke mooie omgeving. Maar meer en meer groeit ook de belangstelling in het effect of het potentieel van aquatische systemen op klimaatsadaptatie en mitigatie. Een van de onderzoeken of een van de studies die wij uitvoeren is eigenlijk kijken in welke mate dat dus aquatische systemen zoals dit vijversysteem methaangas kan vrijgeven. We doen dat via dergelijke plastieke schelpjes eigenlijk die we gedurende een week op de waterkolom laten drijven en die vangen eigenlijk de methaanbubbels die worden vrijgegeven en geproduceerd in het sediment op en die kunnen we dan analyseren in het labo. En hoewel het nog niet echt goed geweten is in welke mate dat het dus geassocieerd is met de ecologische toestand van die vijver, dus troebel versus helder, is onze hypothese dat vijvers die in een goede ecologische toestand verkeren eigenlijk netto minder methaangas vrijgeven ten opzichte van vijvers die in een ecologisch slechtere toestand verkeren. Volgende week komen de gegevens binnen, dus we kijken alvast uit om die te analyseren. En het gaat dus een boeiende periode worden. Je kan een volledig mensenleven spenderen aan het bestuderen van één enkel aquatisch systeem en dan nog zal je niet de volledige complexiteit, diversiteit en de dynamiek van de vele biotische en abiotische interacties hebben bestudeerd. En nu net maakt dat type onderzoek zo fascinerend en boeiend. Het is bovendien ook heel belangrijk, enerzijds omwille van de belangrijke bijdrage van aquatische systemen aan onze maatschappij. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk om trachten te voorspellen hoe dat zij dus zullen reageren op uitdagingen zoals onder meer klimaatsverandering.